waterbeton gestort. Nou, deze kuip is zo ongeveer 20 meter diep vanaf het wateroppervlak gezien. En nou, deze twee armen, via die twee armen wordt zeg maar het beton aangevoerd en het wordt dan op de bodem is aangebracht en dan wordt het geleidelijk opgebouwd. Ja, en daarbij wordt ervoor gezorgd dat die arm, zeg maar, die buis, dat die constant in het beton zit, zodat je een goede geleidelijke opbouw van je onderwaterbeton hebt. Thank you.